das ist die erste Love Science Fiction. Toen ben ik een denken aan dat nummer van Hugo Matthijssen over de robot die verliefd wordt op een wasmachine. Love Science Fiction. Er komt een relatie in voor die door de parallele hedens die gepresenteerd worden onder druk komt te staan van verschillende andere dingen van de werkelijkheid. Het is misschien wat moeilijk uitgedrukt, maar bon, die in iedere keer in een andere vorm terugkomt, waarbij het verlangen iedere keer wel blijft bestaan in al die parallellen. Dus ja, er is gelijk, ik hoop dat je gaat kunnen meeleven met een soort love interest. Maar dat is ook maar een aspect van de film, natuurlijk. Alles over de Belgische cinema op Cinevo.